Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel hoe kwetsbaar we zijn. Vele duizenden hebben gevochten om in leven te blijven. En sommigen doen dat vandaag nog steeds. Ze worden daarbij geholpen door dokters en verpleegkundigen die in helse omstandigheden hun levensreddende werk hebben gedaan. Meer dan 6000 mensen hebben het leven gelaten, volgens de officiële statistieken. Maar we weten dat het er veel meer moeten zijn. Al die slachtoffers, door dat ellendige virus. En we zeiden vanaf het begin, iedereen kan erdoor getroffen worden. En misschien was het daarom ook wel dat we allemaal spraken over het belang van solidariteit. Als belangrijkste waarde om uit deze crisis te komen. Hoe verschrikkelijk het virus ook was, het gaf ook een idee van lotsverbondenheid. We deelden een gevoel van kwetsbaarheid. We zijn niet alleen als mensen kwetsbaar, maar ook als samenleving. We weten dat we elkaar ongenadig, onmenselijk en onvoorstelbare schade kunnen toebrengen. Oorlog en geweld zijn de wereld niet uit. We doen het onszelf aan. Zoals we dat ook doen als we elkaar in de steek laten. Op Lesbos, Kamp Moria, Kamp Hel. Kinderen overgelaten aan hun lot. 10, 100, 500. Hoeveel mensen we ook opnemen van de 13.000 vluchtelingen uit een onmenselijke hel. Het is en blijft gegoochel met kleine getallen. Maar ook hier gaat het om het idee van lotsverbondenheid. Het besef dat we ooit op een dag allemaal vluchteling kunnen zijn. En in nood verkeren. Dat je daar zelf ligt, langs de vangrail, met je eigen kinderen. En dat vergeten we te vaak. En mijn boosheid zit precies daar. Want de eerste vraag na zo'n drama is: hoe kunnen we helpen? Maar de vraag bij de coalitie leek wel te zijn: hoe kunnen we een politiek probleem oplossen? Nou zo dus, met politieke handjeklap. We mogen alleen meer mensen uit Moria komen als we minder kwetsbare mensen daarvoor terugnemen. En alleen als we tegelijkertijd de asielprocedure strenger weten te maken, want dat was een lang gekoesterde wens van de VVD. Dat cynisme is wat deze uitruil onverteerbaar maakt. Bij al die kwetsbaarheid van de kinderen van Moria is de waarde van solidariteit verloren gegaan. De heer Wilders. Voorzitter, wat collega Klaver er vergeet bij te vertellen is, hij zegt we vergeten medemenselijkheid en ga zo maar door, maar wat hij vergeet is hoe die brand daar is ontstaan. En die brand in dat opvangcentrum is ontstaan omdat de mensen die daar zaten, de migranten, hoe je ze ook wil noemen, asielzoekers, dat die de boel in de fik hebben gestoken. En nogmaals, u heeft uw mening, ik heb mijn mening, maar mijn eerste vraag, waarom vertelt u dat er niet bij? Voor mijn part komt u 10 keer tot dezelfde conclusie, maar waarom vertelt u dat verhaal er niet bij? De heer Klaver. Voorzitter, het is inderdaad het meest aannemelijk dat de bewoners van die kampen het zelf hebben aangestoken. Dan hebben we het over een kleine groep. En inderdaad, mijn conclusie zou niet anders worden. Ik vind het verschrikkelijk dat ze dat hebben gedaan. Deze individuen mag je daar niet voor belonen. Maar het feit blijft dat daar kinderen langs de vangrail liggen. En dat ik vind dat we die moeten opvangen. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, hiermee maakt u het alleen maar erger. U maakt het alleen maar erger. Want we hebben gisteren gezien dat in één keer op een heel ander eiland er opnieuw in de fik is gestoken. En deze keer niet het opvangcentrum, maar het vlakbij dat opvangcentrum gelegen, wat was het, een soort van selectiebureau waar mensen binnenkwamen en moesten gekeken worden of ze recht hadden op een plekje in dat asielzoekerscentrum, in dat opvangcentrum. En dat is nu dus gebeurd. Gisteren is er opnieuw een ander opvangcentrum, nabijgelegen locatie, in de fik gestoken. En vanmorgen las ik in de krant dat Griekse politici nu zeggen, al onze eilanden gaan dadelijk in de fik. Griekse politici zeggen, als wij dat belonen door mensen dan wel naar het vasteland van Griekenland halen. Want dat is natuurlijk nu wat er in Griekenland speelt. Laat staan dat wij het naar Nederland, Duitsland, andere landen brengen. Dan gaan dadelijk al die eilanden in de fik. Want je geeft het signaal aan de mensen, dat zet je in ieder geval je opvangcentrum in de fik. Dan word je beloond.
Ben jij het niet, dan wel je familie of een ander, dan wordt het beloond met het naar Griekenland halen of naar Europa halen. Dat wil die toch, u wilt daar toch niet mede verantwoordelijk voor zijn? De heer Klaver. Voorzitter, ik ben er geweest. Ik ben in Athene geweest, ik ben op Lesbos geweest, ik heb dat kamp gezien. En als je het hebt over een opvangkamp, dan zou je kunnen denken aan heel gestructureerd, allemaal tentjes bij elkaar en goede voorzieningen. Kamp Moria is in feite een relatief klein kamp, met daarnaast nog van een Nederlandse NGO ook nog een klein kampje. Voor de rest zijn het tentjes op een berg, die wegstromen als het heel hard regent, waar het vol ligt met rotzooi, waar mensen ziek worden, zeker kinderen, waar mensen gebruik maken van stroomvoorziening door iedere keer maar kabeltjes te blijven trekken. Het is levensgevaarlijk dat het nog niet eerder in de fik is gegaan. Het is een godswonder. Dus het probleem wat er nu is gekomen door deze brand, eigenlijk stond de boel daar al in de fik, op al die eilanden. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Het gaat de spankracht van die eilanden ver en ver te boven. Die eilandbewoners doen hun best om er het beste van te maken voor de mensen die ze opvangen. Maar het was te veel en nu is het zeker te veel. Dus de situatie was al verschrikkelijk. Als ik daaraan terugdenk en hoe dat eruit zag. En dan nu te bedenken dat er helemaal geen tentjes meer zijn, geen dak boven je hoofd hebt. De situatie is alleen maar verslechterd. Dus ik vond al dat we daar moesten zorgen dat de druk van die eilanden ging. En dat vind ik nu al helemaal. Maar door wie, komt het in hemelsnaam dat die tentjes er niet meer zijn? Dat komt omdat de migranten zelf de boel in de fik hebben gestoken. U misbruikt echt, want u staat hier in de kamer zonder dat u het erbij noemt. Zegt u die beelden van die kinderen die op straat liggen? Ja, natuurlijk vindt ieder weldenkend mens een kind wat op straat ligt erg. Maar u misbruikt dat sentiment zonder erbij te zeggen wie die ervoor heeft gezorgd dat die kinderen daar liggen. Voorzitter. Dat is niet. Ik was nog niet klaar. Dat is niet de Griekse overheid die ervoor heeft gezorgd dat die kinderen op straat lagen. Dat is niet een of andere politicus uit Nederland of ik wat dan ook. Dat zijn de mensen zelf. De mensen zelf hebben het kamp in de fik gestoken. En nu, gisteren, opnieuw. En wie zijn er gearresteerd? Er zijn 5 mensen gearresteerd. Allemaal migranten. Staat allemaal in de krant. U kunt het allemaal lezen. Waarschijnlijk heeft u het ook gelezen, maar wilde u het gewoon niet noemen. Dat zijn mensen uit Afrika, mensen uit Syrië en in Afghanistan. Afrika en Syrië. Die mensen zijn nu opgepakt omdat ze ook dat kamp gisteren op dat andere eiland, Samos was het geloof ik, in de fik hebben gezet. Dat hebben zij zelf gedaan. En voordat u hier tranen laat, zeg dat er ook bij. Misbruik het sentiment niet om kinderen naar Nederland te halen. Want ik zeg u, en ik heb het vorige week voorspeld in een interruptie met de collega van de Partij voor de Dieren. Ik zei vorige week, en hij werd toen heel boos op mij, als we dit niet toestaan. Als we nu kinderen naar Nederland halen, dan zal het gevolg zijn dat de andere asielzoekerscentra in de fik gaan. En dat is gebeurd. Er is gisteren weer in de fik gegaan. En hoe meer tranen u er laat, en nogmaals, niemand vindt die beelden leuk, maar ze hebben er zelf voor gezorgd. De heer Klaver. Voorzitter, die kinderen hebben helemaal nergens voor gezorgd. Ja, er zijn mensen geweest die hebben de boel in de fik gestoken, die moeten bestraft worden en zeker niet beloond. Maar om dan te zeggen tegen al die duizenden mensen die er zitten, zoek het maar uit, want er waren een paar mensen verkeerd. Dat is misschien uw manier van politiek bedrijven, uw mensbeeld. Dat als één iemand iets verkeerd doet, dat u dan een hele groep maar zegt, dan zoekt u het maar uit. Ik geloof daar niet in. En daarbij komt, nu slaapt iedereen buiten, maar de mensen sliepen daar al buiten. En ik vind dat we die mensen moeten opvangen, dat vond ik, dat vind ik nu en dat zal ik blijven vinden. U maakt misbruik van het sentiment. Onzin. En u bent niet eerlijk. U bent een niet eerlijke politicus doordat er niet bij te vertellen dat ze het zelf hebben gedaan. Wel beelden over baby's en kinderen die op straat liggen, die iedereen natuurlijk verschrikkelijk vindt, maar er niet bij vertellen dat ze het zelf in de fik hebben gestoken. En ik zeg u, en datzelfde was met die bootjes. Weet u nog, die bootjes die uit Afrika kwamen en die naar Europa kwamen. Op een gegeven moment zeiden mensen, je moet die bootjes niet toelaten. Waarom? Niet omdat je die mensen wil laten verdrinken, maar omdat op het moment dat je ze in Cyprus of in Creta of waar dan ook, Lampedusa, als je ze toelaat, dan zullen meer mensen zullen met bootjes komen. Dus die boothandelaren in die tijd, die hebben winst en de mensen verzuipen er alleen maar meer door. Want meer mensen gaan op die boot onverantwoord, omdat ze weten, als wij het platteland bereiken of het vasteland bereiken in Europa, dan mogen we blijven. Dus iedereen pakt een boot. En datzelfde is nu het geval. Dus ze steken zelf het in de fik. Afghanen, Syriërs, Afrikanen. En wat zegt de heer Jette? Oh, wat een erge beelden. Laat ze maar hier naartoe komen. Het gevolg van politici als u is dat nu al die eilanden en overal die centra in de fik gaan. En daar moet u toch geen verantwoordelijkheid voor willen dragen? Ja, voorzitter. Sommige dingen blijven gelijk. De heer Wilders steekt tirades af. Ik zal rustig antwoorden. Ik heb aangegeven dat het hoogstwaarschijnlijk is aangestoken inderdaad door vluchtelingen die daar zaten en migranten. Dat is waar.
U zegt het gaat over 5 mensen, 13.000 mensen die op Lesbos zitten. En ik spreek u aan, inderdaad ook op uw menselijkheid. Want u kunt hier wel zeggen, ja, we vinden het allemaal verschrikkelijk om mensen langs de kant te zien liggen. Ik weet nog heel goed hoe ik door dat kamp liep. En dat ik daar dat Syrische gezin zag liggen voor wie geen plaats was. In de buitenlucht, met een babytje van een maand of 2 oud. Daar kan je naar kijken, zo, dat vind ik super erg. Of je kan er iets aan doen. Of je kan er iets aan doen en zeggen, we vangen deze mensen op. Die keuze maakt u niet, dat is prima. En iedereen mag hier mij ieder moment van de dag niet eerlijk noemen of een slechte politicus of doe maar. Maar van nu, het doet me niet zoveel, meneer Wilders. Gaat u verder. Dank u.